Goedemorgen, ik ben nu wakker geworden en ik heb echt gesnoezen tot het uiterste. Dus ik moet nu echt racen om mijn haar te wassen en snel klaar te maken en naar mijn shoot-out te gaan. Nou, ik heb mijn haar gewassen, ik heb me gedoucht, aangekleed, mijn salade is meegenomen voor vanmiddag en het is echt lekker weer hier, dus ik heb geen jas aan of zo. Ik heb wel een hele dikke trui en zo bij me. Maar ik ga nu eerst bij Starbucks een groene thee halen. En dan, tenminste als die open is, want het is nog best vroeg. En dan naar de opdracht. Weet jullie nog de detox klei die ik in Spanje had? Die was van Vitalia. Ik zie hier ineens een hele winkel van Vitalia. Hij is nog dicht. Ik ga vanmiddag wel even kijken als ik tijd heb. Oké, ik wilde net een kopje thee halen, maar de Starbucks is dicht, dus ik heb een andere plek gevonden waar ik zeg maar een groene thee kan halen. En dat is wel een bakkerij en de bakkerij hier ruikt zo lekker, vooral in de ochtend. En ik probeer echt geen brood te eten, dus het is dan ook echt super moeilijk om niet dat brood zeg maar te halen dan. Ik zit nu in de metro en het is echt super goed geregeld hier. Als ik gek ben, dat ik mezelf film. Maar ik ben nu onderweg naar de auto. Ik heb iedereen hier eens verteld wat ik dus aan het doen ben, dat ik aan het vloggen ben. Maar ze zitten me uit te lachen. Op een grappige manier. Ik heb heel lang met ze samengewerkt, al een paar jaar. En het zijn echt superleuke mensen. Maar ik ben hier dus aan het wachten voordat we naar de locatie gaan. En we gaan zo rijden naar de Alpen. En dan gaan we daar shooten. Ik rijd nu richting de Alpen. En de natuur hier is echt altijd super mooi. En je ziet echt allemaal die schattige kleine huisjes. En ik weet niet waar we precies toe gaan, maar soms gaan we ook echt helemaal naar boven. En de laatste keer dat ik hier was, was het echt aan het sneeuwen. En toen was dus dit helemaal vol met sneeuw. We zijn nu hier in de Alpen. En ja, hier gaan we shooten. En ik hoor ergens, een bel, want soms zijn hier, ik ben hier eerder geweest en vorige keer liepen hier zeg maar allemaal koeien met van die bellen, zeg maar echt van die Milka koeien. Volgens mij is dit waar Milka gemaakt wordt. Alleen het is hier wel koud. Oh kijk hier. Oh, het zijn geitjes. Geitjes met zo'n bel. Maar ja, het is hier wel echt super mooi. En hier ga ik shooten vandaag. En ik hou jullie gedurende de dag, probeer ik jullie erbij te houden met vloggen. Dan kunnen jullie zien hoe mijn dag er bij een shoot uitziet. Ik ga zo de haar make-up in en ja, dan zien jullie de rest zo. Het is nu tijd voor haar en make-up. Check. To take care of you. Ik zit nu bij haar en make-up. En ik ben al opgemaakt. Ze is alleen nog even bezig over. Ze gaan nu mijn lippen doen en mijn haar is gedaan. Kino. Ik squat het even op. Ik ga maar wat naartoe. Zeg wat naartoe voor Asma. Pixel. Ja, het is goed. En dit is hoe ik eruit zie. En dit is de look voor vandaag. En nou ja, misschien dat ik jullie zo ook nogal. Misschien gaan ze de look veranderen. Dat doen ze ook soms gedurende de dag. En dat is het. Nou, ik ben nog steeds bezig met de shoot. Ik heb nu dit aan. En ja, we hebben nu lunchpauze, maar het is echt al 16:30. En dit is precies waarom ik dus altijd zelf eten meeneem naar een shoot. Of tenminste, als ik het niet vergeet. Want je weet niet wanneer je gaat eten. Er staan nu heel veel chocoladedingen binnen op tafel. En ja, dat wil ik gewoon niet eten. Ik wil niet mijn dieet gewoon omgooien. Alleen maar omdat ik zelf dan niks meegenomen zou hebben.
En ja, en als ik dan zeg maar zelf geen eten meeneem en dat staat op tafel, dan heb ik zoiets van ja, dan maar iets eten voordat ik straks neerga. Maar ja, dat is gewoon zonde dan. Dus vandaar dat ik zelf mijn eten heb meegenomen. En daar ben ik heel blij mee, want ik heb net een heerlijke salade op. En ja, ik heb nu niet extreem honger. Dus een tip. Als je naar een shoot gaat of een fashion show, neem altijd zelf je eigen eten mee. Want je weet niet wat voor eten er daar op tafel staat. Ik zit hier met het model waar ik vandaag mee samenwerk. En hij heeft ook voor Men's Health gewerkt. Hij heeft hier voor op de cover gestaan. Can you show us Kazakhstan? Did you say Kazakhstan? No, to be honest, I'm not from Kazakhstan. Just to let you know, guys. I said that you were in the cover of I have to go work. I'm so sorry. I have to apologize, but I think I have to go to the shoot right now. Because actually, I'm doing underwear right now. Aren't you too? No. No. Anyway, can you show us why they asked you to be a Men's Health cover model? No, they never asked me. I just pushed myself into it. So I told everyone the shooting is over. It's postponed to another date, and so it was just me there, and they didn't have another choice, and that was yeah. Now you know the truth. This I'm is so not sorry. True. I'm so sorry, but. But can you show it? To show what? The cover? Can you I don't show have your the abs? Cover. It's Photoshop, you know, on the cover. Ik film hem straks gewoon als hij aan het omkleden is of zo. Voor jullie. Ik zie wel. Anyway, are you having fun? Oh, me, I'm still on the camera. Wow, yeah, I'm so impressed still by your nature and. Goran! Nou, ik ben klaar met de shoot. En we gaan nu weer terugrijden. Het is ongeveer een uur rijden naar München. En dan, ja, dan moet ik weer aan mijn blog. En that's it. Achter de schermen bij een shoot. Dit is nu winterondergoed, zeg maar. En dat is hoe een shoot gaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe zeg maar, een shoot in het buitenland gaat. En ja, het is eigenlijk gewoon heel erg veel ja, omkleden, zoeken naar de juiste locatie. Ja, helaas kon ik jullie niet stukjes laten zien van wanneer ik geschoten werd. Maar ja, dat werkt niet. Natuurlijk, als ik moet werken, dan kan ik niet gaan vloggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te gaan naar mijn shoot. En ik ga nu naar huis. En dan waarschijnlijk weer werken gewoon aan mijn blog. Kijk nou, ze komen hier allemaal naartoe. Willen jullie ook in de vlog? Oh, dit is zo schattig. Oh, ze staan echt perfect met z'n drie op een rijtje. Oké, nou wat lief. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Maar dat is een pure suiker. Oh nee, met chocola. Oh my god. En alles is gewoon met boter of echt roomkaas. Maar echt 100% vettige, volle roomkaas. Wel super lekker, maar oh, dit brood is ook echt super lekker. En dat alles probeer ik te weerstaan. Nu hier. Ik kwam nog een paar vrienden tegen. Daar ben ik nog even mee gaan drinken. En het is nu 9 uur. En ik dacht van, nou, ik haal nog even snel wat eten, maar alles is dus dicht. Great. Ik ga nog even een stukje verder lopen, want ik ben eigenlijk al in de straat waar ik woon. En even kijken of ik hier nog wat te eten kan halen. Kijk, dit is trouwens die Vitalia winkel. Kijk, je hebt allemaal gezonde dingen. Maar ik ben hier wel eens in geweest. En je hebt er inderdaad echt superveel gezonde dingen. Dus waarschijnlijk zou je die kleider ook wel hebben. Beierse lingerie. Kijk, je hebt hier ook echt hele mooie gebouwen. Oh, kijk nou, wat leuk! Over een week is hier Oktoberfest. Dus als ik hier een week later was, dan had ik dus Oktoberfest meegemaakt. En dan had ik ook in zo'n jurkje waarschijnlijk gelopen. Echt superleuk. Ik ben hier al zeg maar, een paar keer geweest tijdens Oktoberfest. Maar dan moest ik echt dag en nacht werken. Of tenminste, echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus had ik geen tijd om naar Oktoberfest te gaan. Maar het, je ziet wel echt iedereen dan in die kleding lopen op straat. Dus dat is wel grappig. Het enige wat nog open is Starbucks.
Dus ik ga kijken of ze daar nog iets gezonds hebben.